Wat is het verschil tussen een medicijn en een vaccin tegen corona? Wat zegt de wetenschap? Tegelijkertijd probeert men nu een vaccin te ontwikkelen en antivirale middelen, een medicament daartegen. Beide zijn nuttig. Een vaccin, dat neem je om niet ziek te worden, dus dat moet je op voorhand nemen. En medicijnen ga je krijgen wanneer je ziek bent. Beiden moeten een lange weg afleggen vooraleer dat vaccin of dat antiviraal middel op de markt kan komen. En die vaccins maken, dat is niet zo heel moeilijk, maar die produceren op voldoende dosissen waarbij honderden miljoenen, miljarden mensen dat vaccin kunnen krijgen. Dat vraagt heel wat tijd. Daar zullen nieuwe fabrieken voor moeten gebouwd worden. En reken ermee dat waarschijnlijk 16, 18 maanden er gaan nodig zijn vooraleer er een vaccin gaat beschikbaar zijn. Bij antivirale middelen, dan kan je ook twee dingen doen. Je kan zoeken naar nieuwe middelen, maar daar ga je ook moeten rekening houden met ongeveer anderhalf jaar vooraleer dat beschikbaar wordt. Of je gaat moeten medicijnen vinden die nu al voor iets anders worden gebruikt, maar ook activiteit hebben tegen dit coronavirus. Het middel wat momenteel het meeste wordt gebruikt wereldwijd is chloroquine. Chloroquine is een heel oud antimalaria-middel, dat is voor het eerst gebruikt in 1934. Maar dat blijkt ook wel te werken tegen dit coronavirus. Een ideaal antiviraal middel werkt tegen het virus, zodanig dat de vermenigvuldiging van dat virus kan worden platgelegd. Maar wanneer dat medicijn ook het immuunsysteem een beetje controleert, zodanig dat je die immuunstorm, die cytokinestorm, niet krijgt, dan heb je een ideaal middel tegen deze ziekte. Dat zegt de wetenschap.